Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij Assassin's Creed Unity. De vorige keer hebben wij een dame gedood die werkte in opdracht voor François Germain. En dat was echt super vet om dat te doen. Dat was echt een mooie operatie was dat. Nog steeds heel veel plezier van. Gewoon lekker naar binnen geslopen, al die gasten doodgemaakt en vervolgens... Spreek je even naar beneden hoor. En vervolgens die dame vermoord. En nu zijn we toe aan het volgende hoofdstuk. Dat is hier vlak in de buurt. En het is, even kijken, de ontsnapping. Nu Marie Levesque dood is, is het tijd om Elise te treffen en het gebied te verlaten. Nou, dat is wat we gaan doen. Ik heb geen idee wat dat precies inhoudt. Wie dan moet verlaten? Moet Elise de boel verlaten? Moeten wij de boel verlaten? Ik weet het niet. Wat ik wel zag net was een luchtballon. En dat vond ik wel even interessant. Maar goed. Sowieso omdat ik niet wist dat luchtballonnen in deze tijd al een ding waren. Maar goed. Misschien is dat niet zo. Het heeft gewoon te maken met de simulatie. Ik weet het niet. We gaan erachter komen. Ik moet eerst even deze man pakken. Hé, had ik hem nou wel of niet? Nu wel. Hij loopt een beetje verdwaasd rond heen en weer. En dat is jammer voor hem. Goed. Hier moeten we zijn. De ontsnapping. What? No time to explain. Run. No, I'm afraid not. These older models are entirely at the mercy of the breeze, and there is far too much of it, I'm afraid, to be safe. Now, this particular example... What do you think you're doing? Get out of there this instant! Cut the ropes! I'll cover you! Oh, my. Oké, we gaan de touw doorsnijden. Let's do this. Eerst die lui even pakken. Nog eentje hier. Oké, pakken we die touwen. Want er komen er vast nog meer. Kom. Snijd. Yes, dat is één. We sturen haar gewoon een willekeurige kant op, want dat ding is niet te besturen schijnbaar. Oké, eerst weer even wat van die lui pakken. Het zijn niet de zwaarste. Behalve ze gaan schieten, dat is lastig. Vakkundig perfect afweren. Kijk. Daar gaan we dan. Volgende. En nog eentje. Nee, er komen er weer een paar aan. I'll come to you. Hang on. I'll try to stay put. Oké. Wat gaan we doen? Ze is al weg. Ah, oké. Hoe gaan we dit doen? Hier bovenop komen zeker. Ik ben waarschijnlijk te laat, vermoed ik, denk ik nu. Zeker omdat Arno niet meewerkt. Nou, dan gaan we... Ik was snel naar boven, maar dat zit er nu niet in. Dus ik ben haar denk ik kwijt zometeen. Godverdorie, dat is jammer. It certainly is lovely up here. You should see the view! You don't say! The wind is picking up! You'd better hurry! Kom op, Arno. Yes, thank you! Houd ook een touw daar. What is that at all about how you plan to get down? Oh, these things tend to work themselves out. You're going to run out of roof soon. I hope you've got a plan. Does watch and laugh as you crash into the river count? Leave them! Just quick, run! Ja, ik doe mijn best. Kom op, naar boven. Hasten your pace. Zij schiet ze wel neer. You keep running! Oh, nu begin ik helemaal omlaag daar. Arno, kom! Nee, dit gaat niet goed komen. Ik ben ze kwijt. Ah, kom op.
Oh, die jaagdingetjes die vind ik minder leuk, want het is nou eenmaal zo dat Arno nogal onvoorspelbaar is. Waar is ze nou? Daar. Nee, dan begin ik helemaal onderaan. Katrol, daar. Oké, go upstairs. Ik moet ze laten, dat weet ik wel. Maar ik kon het niet laten. Hier naartoe, snel. Kom op, Arno. Nee, niet dat... Spreekt hij helemaal naar beneden. Wat een mafkees. Oké, hier naartoe. Katrolle, die hebben we nodig. Hier is ze. Oké. Is er hier nog een toevallig? Nee. Oké. Oké. Gaan we hier naartoe? We gaan hier naartoe, ze staat stil. Oké, go. You'll have to cut the rope. Gaan we doen. Kom eraan. Een beetje gestrest merk ik. En er wordt ook geschoten als een gek. Oh jee, ik mag er weer achteraan zeker. Yep. Anna. I'm alright. Ik mag er weer achteraan. They might actually be trying to hit me. What did you do back there? It's a long story. Oké, waar is ze daar? Zij staat er tegen mij, ze zegt het tegen mij, hè? I really should talk to Napoleon about this. Oké, Arno, die kant op. Oh man, kom op, Arno! Oh jongens, echt. De kramp in mijn vingers is echt niet mis nu hoor. Hé, hey, echt niet. Nee, dat begrijp ik, lieve schat. Ik kom erachteraan. Kom op. Ik ren. Hier is een touw. Niet naar beneden, Arno. De touw of touwtje. Niet naar beneden. Hij springt gewoon naar beneden. Dit is echt zo idioot. Dit is inmiddels de derde poging. Het is het vervelende. Kijk, normaal gesproken is het geen enkel probleem. Maar bij dit soort gevallen, als je achter haar iemand aan moet rennen, achter een boot of achter een luchtballon, dan is het zo irritant. Want Arno is gewoon eigenlijk helemaal niet goed te besturen. Het is een hele nare besturing eigenlijk. Hij doet allemaal dingen die hij niet wil. En dat is normaal gesproken niet een grote ramp. Maar wel in dit soort gevallen. In dit geval is het extreem vervelend. Maar goed, ik klim hier het gebouw maar op. En even doorpakken, Arno. Kom op nou. Want net ging het ook alweer mis. Daar is ze. Oké, go. Hier, staan er boven. Kom op, Arno. Dan blijft hij gewoon zo stom hangen, hè. Hier word ik dus boos van. Dit kan ik echt heel slecht hebben. Oké, kom. Oké, here we go. Hier is een touw. De touw, daar sprong je net gewoon helemaal vanaf. Maar doe maar. Oké, ze schieten met iets anders nog. Dat weet ik. Oké, go Arno. Even doorrennen Arno, kom op. Oké, daar gaan we. Next time, I plan the escape route. It's beautiful.
From up here, you'd never know the nation is tearing itself apart. Can things ever go back to the way they were before, do you think? Do you? After everything that's happened? Everything we've lost? So that's it, then. The course of history forever altered, never again to return. Maybe we can't go back. But going forward isn't necessarily an ending. Elise, you cheated. You took too long. I love you. Goed. Mooi hoor. Mooi moment. Jammer dat ik met mijn gezicht in mijn kraag zat. Maar goed, ik kan niet alles hebben. Zoals het ook maar net. Beoordeel deze herinnering. 4 sterren vanwege de rolbesturing. Maar voor de rest vond ik hem erg leuk. En we gaan door. Had to dash. You looked so peaceful. I didn't want to wake you. Je t'aime. Elise. Someone will come and collect it. Surely. Nou, en daar zijn we dan in het district Saint-Jacques. Geen flauw idee wat het is, moet zo maar even kijken op de kaart. Want, we zijn vlakbij. We zijn echt vlakbij. Nee, wacht even, hè? Gek. Waarom zie ik mijn clubhuis niet meer op de kaart staan? Dat is gek. Die staat hier, maar ik kan hem niet meer aangeven. Even kijken waar de volgende missie is. Of zitten we nog midden in de missie? Initiate, do you read me? I'm sorry about all this noise. There's a waterfall of signal distortion. It's not looking good. How about one more boost before I lose this connection? Sending you the data now. Oké. Okay. Ah, we krijgen nieuwe vaardigheden. Kijk, daar ging ik voor. De reden, we hebben nu, op dit moment staat aflevering 24 op YouTube. En ik wilde even doorspelen, want ik wilde namelijk meester Sloten maken. Die wil ik hebben, omdat... Nou, die kan ik meteen wel unlocken nu. Deze. Ja, en de rest zie ik nog wel. Ik heb nog 5 van die punten over. Maar goed, deze wilde ik graag hebben. You're close to the goal. Okay, so hold fast. Our own research couldn't locate the date and place of Germain's death. So you'll have to find it yourself. Bishop out. Oké. Okay. Goed. Wat bleef het plan? Oké. Okay. Vandaar dat ik mijn clubhuis nog niet zag. Maar die wil ik, want het leuke ervan is... Ik heb nu aflevering 24 op YouTube staan, maar ik wil graag die rode kisten kwijt. En die zijn allemaal behoorlijk zwaar op slot. Dus die kan ik nu wel openen, denk ik. Maar dat is niet leuk om te filmen. Maar dat is wel leuk om te doen als ik niet aan het opnemen ben. De volgende sequentie die we moeten doen is 10. Een dinerafspraak. Louis-Michel de Pelletier, een afgevaardigde van de Nationale Conventie, is onderdeel van Germain's complot. Zoek uit wat hij weet en vermoord hem. Nou, dat is iets voor de volgende keer. Voor nu hebben we nog wel even tijd om een klein dingetje te doen. En ik loop denk ik helemaal de verkeerde kant op, of niet? Ja, ik loop helemaal niet goed. Laten we eens even kijken of er nog een kleinigheidje is dat we hier kunnen doen. Ik zie hier nog moorddadig lekkere chocolademelk. Dat is een moord die we kunnen oplossen. Wat ik nog niet heb gedaan, wat ook te doen is, is een roofmissie. Plunderende tempeliers. Tempeliers hebben de Notre Dame geplunderd en smokkelden de kostbaarheden via de riolen onder het Hotel Dieu. Haal de artefacten terug. Voorzichtig, desynchronisatie zal de herinnering resetten. Blijf ongezien om de maximale beloning te ontvangen. Ik kan hem in het openbaar spelen, ik kan hem ook privé spelen. Zullen we dat doen? Heb ik dat nu gedaan? Ja. The Hotel Dieu, the oldest hospital in Paris. Centuries older than the famous Notre Dame Cathedral, which is down the street.
Hospitals as we know them haven't exactly been invented yet, so you're more likely to get sick inside than to leave cured. The Templars are using the building's sewers to smuggle out artifacts they stole from Notre Dame. Go in and get the goods. Okay. Ik doe me mijn eentje. Er zijn heel veel bewakers zo te zien. Dus... moet u misschien... Daar is een alarmbel. Kan ik hier ook af? Ja, dat kan. Ja, er zijn heel veel bad guys, maar ik moet ongezien blijven. Dat is natuurlijk wel lastig. Eens even kijken. Daar staan een paar gozers. Eens even kijken hoor. Ja, kijk, ze zien mij wel de hele tijd. Niet zo'n alarmbel, daar wil ik eigenlijk wel vanaf. Ze zien mij voor het hek. Nou, dat is niet ongezien blijven, maar toch maar. Ja, dit gaat niet heel goed. Oké. Kom op. Die rotspier. Oké, even op het hoekje staan. Ik maak er wel een bende van, hè? Ik weet het. Maar die gozer bij die alarmbel, die staat nog relaxed niks te doen. Nou, mooi. Zo, dat is het belangrijkste. Die kapot gaat. Voor de rest komt het wel goed. Oké, even om het hoekje weg. Ik maak gewoon dikke puin van. Onvoorzien blijven, Amahula. We hebben ook nog bewakers erbij. Zo, wat een gezellige slagpartij dit. Nou, anders nog iemand? Daar staat nog iemand op scherp. Hij is blij dat hij mij vond, maar hij ziet me niet meer. Zo. Hehe. Nou, dit stuk is misschien wat meer... dat we niet echt kunnen sluipen. Maar ik hoop het volgende stuk wel gewoon te kunnen sluipen. Of misschien was dit het al wel. Maar goed, we zien het wel. Oké, hier moet ik iets stelen. Zijn alle bewakers hier al weg? Dat zal toch niet? Je moet 75 meter die kant op. Oh nee, dat is nog genoeg. Ja. Je gaat je afvragen waarom zo'n hek er zit. Hey, pst! Oké, volgende. Die kant op. Daar loopt iemand met zijn rug naar ons toe. Hier is een deur dicht. Wordt wel gezien vanaf daar. Nee, dat is niemand daar. Nou wel, ik loop even door zo snel. Hier liep iemand toch? Ja, daar. Oké. Okay. Goed. Ik moet hier een niveautje lager zijn. En goed naar die... Oh, hier is iemand. Nee, niks. Er is niemand. Niemand, niks. Goed. Precies, een geest. Oké dan. Daar is een kist.
Daar willen we wat mee. Zit hieronder. Eens kijken. Kan ik hier een stok? Ja, daar. Hij staat er nog een beetje te dutten, hè? Goed zo. Nou, stil. Wat is dat? En nu? We hebben de artefact. Nu moeten wij ontsnappen uit het gebied. Ik zou zeggen, neem dan gewoon dezelfde weg die we kwamen. Het lijkt me het makkelijkst, daar is alles al lekker opgeruimd. Oké. Okay. Maar je zult zien, ze zijn vast weer terug. Oh, het lastige is dat ik niet zo snel de weg terug kan vinden van waar we vandaan kwamen. Dat is niet mijn sterkste punt. Is dit het? Ja, hier. Oké. Okay. Nou, mooi. Deze was prima te doen. Als dat het was, tenminste. Hier naar boven. Wat mag het donker hier? Ik ben echt even de kluts kwijt. Waar moet ik nou heen? Nee, zo loop ik terug. Nee, je moet weten, het scherm waarop ik nu speel is een beetje donkerder dan wat jullie nu zien. Dat is niet heel handig soms. En weg. Hoppakee. Ja, we zijn footsie. Plunderen de Tempeliers. Nou, dat is niet super spectaculair. Maar het is wel gelukt. We hebben er 250 livres voor gekregen. En dat is ook grappig. Goed. Nou, dan denk ik dat het er voor nu weer even op zit. Ik hoop dat je het leuk vond. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom. Dat is altijd. Deel de video met iedereen. Ik zie je dan dolgraag de volgende keer weer terug. Ik ga even lekker hier de Notre Dame op. Dat is nooit vervelend. Zo, even lekker een beetje naar boven. Maar goed, ik zie je dan dolgraag de volgende keer weer terug. Bye bye.